Deze concept quiz bestaat uit 5 multiple choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen? Zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is. En heb je er 4 of 5 goed, dan heb je het heel goed gedaan. Vraag 1 en vraag 1 bestaat uit 2 dia's. Wanneer je een spanningszoeker in een stopcontact steekt, dan gaat er een stroompje lopen van het stopcontact door het lampje van de spanningszoeker. Die zal dan aangaan door jouw lichaam richting de grond en richting de aarde. De grootte van die stroom die kun je uitrekenen en die is gelijk aan de bronspanning gedeeld door de totale weerstand. En omdat het lampje en jouw lichaam in serie staan, mag je die twee dus samen optellen. Je wilt natuurlijk niet dat uh, je een uh, gevaarlijke schok krijgt op het moment dat je de spanningsoeker in de stopcontact steekt. En hoe zorgen ze daarvoor? Nou, wat, wat heb je niet in de hand? Je hebt niet de bronspanning in de hand. Want die is altijd 230 volt, dat is uh, de spanning van het stopcontact. En de weerstand van jouw lichaam, die kun je ook niet veranderen. Wat je wel kunt veranderen is de weerstand van het lampje, de weerstand van de spanningsoeker. En die wordt heel groot gemaakt. En daardoor gaat er maar een heel klein stroompje lopen, en eh, is het dus ook niet gevaarlijk om die spanningsoeken te gebruiken. Vraag 2: Dit is een echt weetvraagje. Je moet weten wat de functie is van de zekering en wat de functie is van de aardlegschakelaar. Nou, laten we even snel kijken. Een zekering eh, die zet je in een stroomkring en die zorgt ervoor dat er niet een te grote stroom door jouw netwerk kan lopen. Het is een flinke stroom, maar groter dan die stroom eh, kan niet en dan zorgt de zekering ervoor dat de stroom eraf gaat. De aardlegschakelaar werkt anders. De aardlegschakelaar kan meten of er ergens in huis sprake is van een lekstroom. Bijvoorbeeld omdat er een stroompje door jouw lichaam naar de grond uh, stroomt. Op het moment dat die aardlekschakelaar dat merkt, zet het in een fractie van een seconde de hoofdstroom uit en kan er dus ook geen gevaarlijke situatie ontstaan. Dus het is de aardlekschakelaar die je beschermt tegen gevaarlijke schokken. Terwijl de zekering dat zeker niet doet, want uh, 16 ampère is veel en veel groter dan een stroomsterkte die we al kunnen opvatten als gevaarlijk voor je leven. Maar de vraag was niet of het je kan beschermen tegen een dood. Maar de vraag is of het je kan beschermen tegen een schok. En dat doen ze geen van beiden. Want ook de schakelaar zal in de eerste 30 milliseconden nog een stroom doorlaten. Dus je zult wel een schok krijgen. Maar die schok duurt heel kort. En zal daardoor ook niet gevaarlijk zijn. Vraag 3. In deze vraag moeten we echt gaan rekenen. En het eerste wat je kunt doen is uitrekenen als je een apparaat hebt van 3 kW die een half uur aanstaat. hoeveel kilowattuur dat apparaat verbruikt. En dat is anderhalf kilowattuur. Het kostte 60 pence om het apparaat een half uur aan te laten staan. Dat wil dus zeggen dat die anderhalf kilowattuur 60 pence kostte. En 1 kilowattuur dus 0,40 pond. Vraag 4. Deze vraag gaat eigenlijk ook over de werking van een zekering. Elke groep in je huis heeft een zekering die ervoor zorgt dat er niet een te grote stroom kan gaan lopen. En wat je dan kunt doen is uitrekenen welk vermogen er hoort bij die maximale stroom die kan lopen. We hebben hier een zekering van 16 ampère. De spanning is 230 volt. Dan kun je het maximale vermogen uitrekenen en die is dan 3,68 kilowatt. Als we nu gaan kijken naar de drie gegeven apparaten, dan kun je een beetje gaan puzzelen, maar dan zul je er al snel achter komen dat je geen van deze apparaten kan combineren met een van de andere apparaten. Want je komt altijd boven die 3,68 kW uit. Dus deze drie apparaten die kun je alleen maar los van elkaar op één groep zetten. En zeker niet gecombineerd met elkaar. Vraag 5. Met deze vraag is het wel handig om even een stroomschema te maken van wat er nu eigenlijk gebeurt. Ik heb een gloeilamp, nou ik pak even uh, 100 watt uh, is die sterk. Dat wil het zeggen dat er elke seconde 100 joule en energie wordt opgenomen door die gloeilamp. Van die 100 joule wordt slechts 5 joule omgezet in licht en 95 joule wordt omgezet in warmte. Wanneer ik een ledlamp heb die evenveel licht geeft als deze gloeilamp, dan betekent dat dat die ook elke seconde 5 joule aan licht zal moeten produceren. Maar omdat uh, de ledlamp een rendement heeft die 50% is in plaats van die 5% van de glulamp, wordt er ook maar 5 joule aan warmte uh, gegenereerd. En dat houdt dus in dat je maar 10 joule energie erin hoeft te stoppen elke seconde. De vraag ging over de warmteproductie en of de uh, warmteproductie van de glulamp groter of kleiner is dan 10 keer zoveel als de warmteproductie van de ledlamp. Als je kijkt in de plaatjes, de gloeilamp produceert 95 joule aan warmte per seconde en dat is maar liefst 19 keer zoveel als dat een ledlamp per seconde aan warmte produceert.